Zo, dag 2 van het WK zit erop. Een dag zonder Nederlandse deelname. Dus ik ga met jullie terugblikken naar gisteren en vooruitblikken naar morgen. Waar de gewichtklassen tot 57 kilogram en de gewichtklassen tot 73 kilogram op het programma staan. Eerst even terug naar gisteren. 3 debutanten op de judomat. Zoals verwacht nog geen Nederlandse medaille. Maar ik denk wel een hele waardevolle ervaring voor alle 3 om op dit wedstrijdtoneel te mogen staan. Roy heeft 3 partijen kunnen judoën, waaronder 1 tegen de wereldkampioen. Het is natuurlijk geen schande om van hem, te verliezen. Ik denk dat hij best tevreden mag zijn met zijn performance gisteren. En ja, ik denk dat het voor alle 3 een leerzame ervaring is geweest. Ik hoop dat ze er ook een beetje van genoten hebben. En ik denk dat we ze nog wel terug zullen zien in de toekomst. En dan morgen. Ja, de gewichtklasse tot 57 kilogram met Davy Karthouse en Margriet Bergstra. En de gewichtklasse tot 73 kilogram met Sam van het Westende. Zeer competitieve gewichtklasses. Brede wereldtop. Alle 3 de judoka's hebben hier en daar hun medaille meegepakt op het niveau van de Continental Opens. Nog niet op het allerhoogste niveau in de World Tour. Ik denk dat het voor hen dus ook lastig wordt om zich morgen ertussen te vechten en een top 8 placering te behalen. Dus ik verwacht ook morgen nog geen Nederlandse medailles. Maar het is wel heel interessant om te zien hoe zij zich de komende 2 jaar zullen ontwikkelen. Vooral met het oog op de Olympische kwalificatie. Want met het nieuwe mixed team event, wat wordt toegevoegd in 2020, is het voor Nederland heel belangrijk dat we ook in deze 2 gewichtklasses individuele deelname kunnen afdwingen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het morgen gaan doen. Ik ga kijken, jullie ook?